Goedemorgen, ik ben Yvonne Groenhart van kookstudio Yvonne Groenhart. Ik ben Michael, dit is mijn vrouw en ik ondersteun er een beetje in de kookstudio. Ik zit hier nu in de studio van LCC het klooster, de Afrikanenplein. En vaak gebruiken we deze kookstudio voor het maken van, bereiden van gerechten uit verschillende culturen, zoals u het hier op tafel ziet. Deze kip wordt bij de Bami. We hebben verschillende soorten kip die we bij de Bami maken. En de ene vindt dit lekker, de andere vindt gestoomd lekker. En Bami is een beetje van de Indonesische keuken. En iedereen in Suriname maakt Bami op zijn eigen manier. Dit zijn kikkererwten. Die wordt ook multicultureel gebruikt door alle culturen. De een maakt hummus ervan, de andere maakt channa ervan, de andere maakt... Je kunt er heel veel kanten op. Dit is een Marokkaanse salade. En dit zijn de baras. Al het eten wat je hier op tafel ziet, waarover we allemaal een beetje ook zitten te kletsen, nou, die zijn ook te koop in het Sprookjespark. Vanaf 17 tot 23 december, een Sprookjesplein, zo wordt die genoemd. En de keuken die staat ook in het plein. Dus als je ziet kaboutervest, ga je denken van wat is dat nou? Maar het is gewoon een heerlijke Surinaamse bara. En zo gaat het door. Je hebt, het gaat er ook onder staan. Je hebt de Aladdin snack. Zo noemen we onze satés. En want het is ook zo heerlijk. En we hebben toverknikkers. Dat zijn die channas, die kikkererwten. Ik zou vragen om dat iedereen massaal gewoon naar het Sprookjespark komt. Want het is gewoon om iedereen samen te brengen. En om samen gezellig te eten en te feesten. En dat is de bedoeling van het Sprookjesplein. Typische Surinaamse feestgerechten zijn rijstpam, bruine bonen met kip, helemaal. Vooral voor de kindertjes, heel lekker. En die eten het heel graag ook. Wat vind jij het lekkerst om te eten? Rijst met kipke. Bara. Ja? En jij? Ook bara. Bara. En kipsaté. Zoute soep.